Hey, welkom bij een nieuwe video van Off-Grid Centrum. In dit video ga ik jullie uitleggen hoe je zelf netgekoppelde zonnepanelen kan aansluiten aan een bestaande installatie. Veel kijkplezier! Er zijn veel verschillende installatiemogelijkheden. Daarom gaan we het in dit video hebben over drie verschillende installatiemogelijkheden. Voordat je begint, doe je eerst de hoofdschakelaar uit. Daarna kun je de kast openen. Strip de kabel van de zonnepanelen 50 cm af. Zorg ervoor dat je voldoende lengte overhoudt voor in de meterkast. Stop daarna de kabel door de buis heen. Nu kunnen we de installatiekabel in de meterkast doen. Zorg ook ervoor dat je de buitenmantel 2 mm ziet. De aanlegautomaat heeft een load en een line. Boven komen de kabels van de zonnepanelen en onderaan gaan ze door naar het net. Heb jij in jouw bestaande meterkast de hoofdschakelaar en de aanlegschakelaar aangestoten op een rail? Dan is manier 1 de juiste optie. Wat we nu gaan doen is de bekabeling aansluiten aan de onderkant van de aanlegautomaat. De bekabeling is zojuist aangesloten op de rail. Zorg ook ervoor dat ze handvast dichtgeschroefd zijn. Nu gaan we de bekabeling aansluiten aan de aanlegautomaat. Zoals je hier kunt zien heeft de aanlegautomaat een lipje onder. Zorg ervoor dat die open staat. Vervolgens kun je de aanlegautomaat makkelijk in de rail klikken. Als die erop zit, kun je het lipje weer dicht doen. En voilà! Nu de aanlegautomaat is gemonteerd op de rail, gaan we de bekabeling aansluiten. Zorg ervoor dat je niet te kort afknipt. Strip vervolgens ook de draad op de juiste lengte af. Als de bekabeling is afgestript, gaan we het aansluiten aan de aanlegautomaat. Stop de kabels aan de onderkant erin. En als we dat gedaan hebben, gaan we de kabels van de zonnepanelen aansluiten aan de bovenkant. We hebben dus drie verschillende kleuren. De geel-groene, de blauwe en de bruine. De blauwe sluiten we aan bij de 0, dus aan de rechterkant van de aanlegautomaat. De bruine bij de L, aan de linkerkant. En de geel-groene aan de aanlegrail. Bij manier 1 hebben we gebruik gemaakt van een aardrail. Als dat niet van toepassing is in je meterkast, kun je manier 2 gebruiken. Bij manier 2 is de hoofdschakelaar aangesloten op een aanlegschakelaar. Nu gaan we de aanlegautomaat ook aansluiten op een aanlegschakelaar. We gaan weer beginnen met het monteren van de aanlegautomaat. Bij manier 2 heb ik de aanlegautomaat aangesloten onder de aanlegschakelaar. Ik heb twee kabels via onderen doorgetrokken. Nu, bij manier 3, gaan we de aanlegautomaat aansluiten aan de hoofdschakelaar. Nu gaan we draadjes doorlussen vanuit de aanlegautomaat naar de hoofdschakelaar. Strip de draad op de juiste lengte af. Als je de draad op de juiste lengte hebt afgesneden, gaan we het nu aansluiten. Haal de schroef aan de bovenkant los en stop de draad erbij in. Schroef vervolgens de schroef handvast vast. Zorg ervoor dat de twee kabels ook weer strak zitten en niet dat eentje per ongeluk los zit. Dit gaan we ook doen met de blauwe kabel.
Dit waren de drie mogelijkheden. Controleer voordat je de deksel van de meterkast erop doet, even alle schroefjes. Zet ze allemaal handvast. Zodra je alle schroefjes hebt nagelopen, kan de deksel er weer op. Nadat de deksel van de schroevenkast erop zit, kan de hoofdschakelaar weer aan. Like de video en volg ons op YouTube en Instagram. Als je meer vragen hebt over het aansluiten van de zonnepanelen, kunt u altijd bij ons terecht. Voor meer informatie scroll naar beneden.